Hallo allemaal, welkom bij Robby's Moestuin. Vandaag gaan we maken een roosje van tomaat. Wat hebben we daarvoor nodig? Een aardappelschilmesje, een klein snijplankje en een mooie, iets harde tomaat. We beginnen aan de onderkant van de tomaat. Dus niet aan de kant van het kroontje. Dan snijden we als het ware een heel dun plakje in. We snijden hem niet door, dat ga ik jullie laten zien. Kijk, hier ben ik begonnen en hier ben ik gestopt. En nu gaan we de tomaat als het ware schillen. Op deze manier. Mooi dun en zorg ervoor dat je ook een scherp mesje hebt, zodat je makkelijk door de tomaat heen gaat. En dan schillen we de tomaat netjes rondom. En ik gebruik eigenlijk als handigheidje dat ik mijn mesje als het ware door de schil heen kan zien, anders wordt het te dik. Want we moeten hem zo meteen oprollen, dus het mag niet te dik zijn, anders lukt dat niet. Zo. En nou gaan we hem oprollen. De glimmende kant naar de buitenkant houden. Het begin is een beetje lastig, want de tomaat is best wel glibberig. Zo. En dan rollen we hem helemaal op. Waar we begonnen zijn. En dan zetten we hem op het dekseltje neer. Zo. Klein beetje modelleren. En zo maak je een roosje van tomaat. Hartstikke leuk voor de decoratie van je salades. Of je doet hem op een stukje vlees. Mooi toch? Heel veel succes ermee. Dit was Robby's Moestuin. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.